Je zei het vooraf aan de wedstrijd, we maken de kansen niet af dit seizoen. Nou, dit was er weer eentje in het hoofdstuk. Ja, dit moet ik zeggen ook twee keer pech, want Tommy schiet op de lat en we kop op de lat. Maar we hebben veel kans gehad voor de rust om het af te maken. Ik liep met Spruit het veld op, Jeroen Spruit van Rijnburgs Boys. Die zijn er in de tweede helft, hoe kennen wij op 1-1 staan. Ja, waar laat je de wedstrijd liggen in de eerste helft, denk ik? Ik denk dat we daar vergeten trek over te halen. Hun zijn heel effectief, want ik denk dat hun vandaag de kans die ze hebben gemaakt best wel goed hebben afgerond. Daarom winnen ze ook. Want ik vond ons de bovenliggende partij en daarom is het ook extra zuur. Ja, waarom waren jullie in de eerste helft beter dan Rijnsburgse Boys? Want die kwamen eigenlijk niet aan het voetballen door jullie toedoen. Omdat wij met de gekozen speelwijze tactiek hadden hun moeite. We hadden steeds een man vrij. En de tweede helft deed ze dat beter oplossen vanuit het centrum. Gingen ze doordekken met Gillissen. En toen hadden wij daar wat moeite mee. En in de laatste fase van de wedstrijd vond ik dat je zag dat wij steeds meer ruimte gingen weggeven. Dat vond ik wel jammer. Ja, want waar was de wedstrijd voorbij na de 3-1? Dat sowieso vond ik wel, want het ging wisselen, maar veranderde niet echt veel meer. Maar de wedstrijd vond ik kanten bij 2-1. Want 1-1 komt Mo door, als Bekooi vrij kan komen, dan zit hij er ook in. Dus het zat ons niet mee. Ja, na de 2-1 ging Rijnsburgse Boys ook iets makkelijker voetballen, vond ik. Ja, kreeg veel meer ruimtes. En dan weet je met Tillema en met Jeroen Spruit dat ze veel loopvermogen hebben. Even na de 3-1, Tommy Bekooi krijgt een vrije trap tegen vanwege Hens. Ik dacht aan een glaszuivere strafschop. Ja, ik heb gehoord dat de beelden bij jullie dat ook laten zien. Ik heb het na de wedstrijd ook tegen hem verteld dat ik eigenlijk een slap vond dat hij hem niet gaf. Maar ik heb er geen invloed op. Nee, dat is zo. Maar ja, bij 3-2, een eventuele 3-2, dan kun je nog weer terugkomen in de wedstrijd ook. Ja, maar geef hem niet en dat vond ik jammer. En voor ons spijtig, maar je kan er vaak niks aan doen. Het scheidsrecht bepaalt. Ja, wat is de uitleg van Cairo? Hij zei er niks over. Hij lachte het weg. Ik zei, ja, die lacht het weg, maar ik vond de penalty. Buitenspel was het niet en Hens kon het nu niet, dan niet, nooit niet zijn. Nee, maar gaat hij het later proberen goed te maken, ja. Nee, ik vond het jammer dat hij die penalty niet gaf, nee. Hoe sta je nu hier? Want dit is weer een wedstrijd van de gemiste kansen. Het zoveelste hoofdstuk voor Quick Boys. Zeker, als je vandaag wint kom je op 8 punten. Sta je op 3 punten van Rijnburgse Boys af. Dan kruip je naar de top 5-6, heb je een heel ander verhaal. Ja, en nu blijf je onderin hangen? Blijf je onderin hangen, maar goed, je doet jezelf ook af en toe tekort. Doepen te maken en soms beter verdedigen. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel, hè.